De rechtbank komt tot de slotsom dat verdachte voldoende inzicht had in het ongeoorloofde van de bewezen verklaarde feiten en dat niet is gebleken dat hij onvoldoende in staat was om zijn wil overeenkomstig dat inzicht te bepalen. En dat betekent dat alle bewezen verklaarde feiten volledig aan verdachte worden toegerekend. De rechtbank komt tot de volgende conclusie, tot slot. Verklaart de officier van justitie niet ontvankelijk in de vervolging voor feit 21, voor zover dat feit ziet op de periode 8 februari 2000 tot 15 maart 2004. Spreekt de rechtbank vrij, spreekt de verdachte vrij voor de feiten 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 en 17, het opzettelijk in hulpeloze toestand brengen of laten van patiënten. Verklaart bewezen dat de verdachte de feiten 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20 en 21 heeft begaan. En de rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de tijd van 3 jaar. Als u niet eens bent met het vonnis, kunt u binnen 14 dagen in hoger beroep. En dat geldt ook voor het Openbaar Ministerie. Dit is de uitspraak.